Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het tijd voor een nieuwe F1 Career Mode. Vind je het dan een leuk, smash vooral meteen op dat blauwe duimpje omhoog en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Je kan nog een paar dagen meedoen met de Elgato giveaway en deze video is ook gesponsord door Elgato. Dus check al hun gear uit met mijn linkje en misschien win jij wel de capture card zodat je je eigen F1 gameplay kan opnemen. Laten we even kijken naar de R&D-tree en lekker beginnen met deze Career Mode aflevering. McLaren staat nog bovenaan ons teampie en we kunnen een upgrade doen aan de motor. Maar waar staan wij ongeveer? Hier staan we bovenaan, nog maar net. Hier komt een mega update, maar zijn we wel echt terug aan het vallen? En hier komt ook nog een mega upgrade, dus dit zit wel prima. Nou, ik ga nog iets aan de frontwing upgraden, dat we daar in ieder geval ook voor blijven lopen. En dan hoop ik dat die andere upgrades snel komen. Het vorige raceweekend ging natuurlijk hartstikke goed, heb je dat niet gezien? Check die video zeker eventjes voordat je deze gaat zien. Want daar hebben we op Spa gereced en dat was zeer spannend. Dan gaan we nu door naar het volgende raceweekend in Italië. Hoho, daar heb ik zin in. Nee, de update is gefailed. Oh nee. Oh, we moeten wel vooraan blijven staan. En Rich Energy en Red Bull die komen heel dichtbij. De training ga ik skippen, dus we krijgen iets minder resource points dan normaal. Maar het is toch het laatste seizoen, de laatste paar afleveringen. Totdat we de F1 2020 keer weer moeten gaan doen. Dus dit bespaart me veel tijd en kunnen er meer video's voor jullie online komen. Wat natuurlijk hartstikke leuk is. We moeten weer eerst worden om het team goal te halen. En laten we een nieuwe rival selecteren. Ja, hij staat meteen bovenaan. Ik denk dat Max Verstappen wel een goede rivaal is. We staan net voor hem in het kampioenschap. Dus laten we proberen om die voorsprong te houden en de rivaliteit te winnen. We staan nog net voor Haas. Maar we krijgen natuurlijk best nog wat grote updates in Singapore en Rusland. Maar deze keer nog niks. Dus we moeten eventjes even ons best doen. Kwalificatietje klappen. En hopelijk een beetje vooraan starten. En dan beginnen we aan ons eerste kwalificatierondje. Laten we even kijken hoe dat gaat. Iets te vroeg geremd, maar beter iets te vroeg dan iets te laat in de eerste ronde natuurlijk. Dan kunnen we dadelijk nog die tijd verbeteren. En weer wat sneller gaan. Maar eerst moeten we eens even kijken waar we met deze tijd terechtkomen. Onze tijd, vijfde. Dat is niet heel erg best, hè? Maar, nieuwe bandjes erop. En dan gaan we voor de tweede run. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gooien die DRS weer aan. We lopen hier zelfs wat uit. Dat is een beetje jammer. Maar hier hebben we al 3/10 weten te winnen. Door wat later te remmen en agressiever op het gas te gaan. We gaan richting de seconde, jongens. Heerlijk. Ik weet niet hoe snel de anderen waren, maar dit ziet er wel goed uit. Paarse middensector hier ook weer. 3/10 ongeveer gewonnen. Ja hoor, Pol! Weber is echt minder dan een tiende langzamer dan mij. Ga ik de gok wagen? Ga ik niet meer naar buiten? Ik ga de gok wagen. Please! Hopelijk hou ik deze plek. En anders hebben we wat in te halen. Anders is het wel een saaie race, denk ik. Nee, we hebben onze plek gehouden. Woehoe. En de startopstelling is als volgt, jongens. We staan vooraan naast Lucas. En achter ons hebben we onze teammate Butler. Dan hebben we Racing Point met Perez, Hamilton, Gasly, Bottas, Kubica, Hulkenberg, Grosjean, Kimi, Verstappen op 12. Oei, Vettel, Magnussen, Leclerc, Giovinazzi, Ricciardo, Albon. En dan hebben we achteraan Sainz en Russell. Dat is niet best. Dat is ook niet best voor Max als hij nog kampioen wil worden. Want nu gaan wij gewoon weer lekker uitlopen. Nou, we gaan 7 rondes op de soft. Dan rijden we 6 ronden uit op de medium. En dan zit het er alweer op. We nemen, 15,5 lap fuel mee. Lijkt me wel prima. Car setup staat erop. Let's go. Nou jongens, sta je dan vooraan op Monza. Oh. Oeh, dat was een lange start. Bocht 1. Oh, ik heb iemand naast me. Butler bukt me gewoon bijna af. Matsko, wat denk je dan? Dit wordt nog een strijd, jongens. Dit wordt echt nog een strijd. We lopen gelukkig best wel uit op Butler. Dus dat is nice. Ik weet niet hoeveel seconden we al zitten.
Maar Monza is niet voor niks een van mijn favoriete tracks. Die curb moet je eigenlijk niet echt aanraken, maar we deden het toch net eventjes. Maar het is wel een goede kwalificatie en een heerlijk begin van de race. Dus laten we dit even proberen vol te houden en kijken hoe het gaat. Of we de pitstop ook overleven en alles. En dan gaan we zo lekker door. Ik heb nu ook een andere toffe serie op mijn kanaal lopen. Daar doen we een F1 2020 pre-season. Dus ik heb in Grand Prix mode alle circuits erin gezet. En we zijn nu al een pre-seasontje aan het doen voor F1 2020 met Max Verstappen. Dus vind je dat nou leuk? Check die video's ook zeker uit. Er staan er al 2 online. En Perez die gaat als een raket. Jongen, jongen, jongen. Wat is dit nou weer? En dan rij je vooraan. En ja, dat is saai. Ik ben een beetje aan het liften. Een beetje aan het coasten. Een beetje aan het driften. Boeit allemaal niet, want het is gewoon zo raar. Ik rijd altijd op hetzelfde niveau. Ik zet hem elke keer wat omhoog. En toch is het elke keer zo verschillend. Of dat ik helemaal moet tryharden. Of dat ik nu easy vooraan lig en helemaal niks te doen heb. I don't know, man. Het is natuurlijk, de race is nog niet afgelopen. Ik probeer ze wel dichterbij te laten komen. 1,4 seconden zit Perez nu achter me. Hamilton komt er ook aan. Oké, interessant. Oké, ik heb een beetje lopen klooien. En nu zit Perez opeens best wel dicht achter ons. We hebben 30% tire wear. In ronde 7 gaan we pitten. Oké, Hamilton komt er nu ook aan. Dus nu wordt het even hammer time, jongens. We gaan er goed voor zitten. En we gaan zorgen dat we de hele race deze plek houden. Want die wil ik niet kwijtraken. Perez komt best wel snel eraan, zoals je kan zien. Oi, oi, oi. Alsof hij opeens even een turbootje heeft aangezet of zo. We gaan natuurlijk ons best doen om deze plek niet te verliezen. Maar hij komt wel heel snel aan. Oh, Perez zit ook weer even een snellere tijd neer. Hou op. Maar hij heeft natuurlijk DRS natuurlijk ook. En de slipstream. Oeh, blokkerende wielen hebben we. Dat is niet lekker. Zo wil je niet door een bocht gaan. Hamilton die zit nog steeds op de derde plek. Ik zie wel dat Butler dichterbij is. Dus ik hoop dat hij hem wel gaat inhalen. Perez is aan het kijken. Perez is aan het loeren. Waar kunnen we Maxime inhalen? Helemaal nergens. Nee hoor. Gaat prima hier. Het ziet er niet best uit, jongens. Hoe kan die opeens zo snel zijn? Nee, niet hier al. Nee, 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 nee. Oké. Oh, daar gingen we nog netjes langs, maar het ziet er niet best uit, kan ik je zeggen. We hebben bezoek van Checo Perez. Wat is dit nou weer voor een gedoe, joh? Dat was niet de bedoeling, hè? Oh, blokkerende wieltjes. En hij is weg. Verdorie! Ik ga me niet door een roze auto laten inhalen en het podium hier, of de eerste plek hier afnemen. Dus we gaan even alles op alles zetten om die plek natuurlijk terug te krijgen. Maar we moeten ook inderdaad aan onze ERS en alles denken. Mijn bandjes zijn echt op, jongen. Ik ben aan het schuiven. Dat is niet normaal. Hamilton komt er ook alweer best snel aan. Dat is niet goed. Ik dacht easy eerste plek. Maar dat blijkt toch eventjes wat anders. Ja, hij gaat nu ook naar binnen. Lang leven pit assist. Oeh, sorry Butler. Ja, ik kom ook naar binnen voor mijn stop. Oh, volgens mij halen we het. Dubbele pitstop. Hartstikke idee. Lekker bezig McLaren. Ja, ja, doen ze gewoon even. En dat was de laatste stop. Dus nu wordt het jagen op Perez voor die laatste, voor de eerste plek. Please. Hoe kan die zo snel zijn? Het klopt gewoon niet. Oké, we zitten ontzettend dicht op Perez. Ik gooi hem in de overtake. Ik ga wel nu weer terug. En hier in Parabolica gaan we hem binnendoor voorbij. Maar nu moeten we natuurlijk wel hem afhouden.
En dat gaat niet gebeuren, zoals je kan zien. Het slipstream festijn gaat beginnen, jongens. 3 rondjes te gaan. Dit wordt uitrekenen wanneer je hem weer moet inhalen. Hij had ook een klein blokje in het wieltje. Oké, we moeten gewoon slim doen nu. We moeten echt tactisch zijn. En we moeten zorgen dat we die laatste ronde hem gaan inhalen. Oké, DRS komt zo. DRS komt nu. We gaan binnendoor. We zijn er al langs. En nu moet ik wegrijden. Ik moet wegrijden. Of ik moet hem dadelijk weer inhalen. Maar laten we maar proberen weg te rijden. Ik zie het pijltje steeds kleiner worden. Maar hij zit nog steeds best wel dichtbij. De final lap. Perez zit ontzettend dicht achter ons. Ah, ik heb hem de binnenkant gegeven. Wat ben ik stom. En ik rijd tegen hem aan. Onze kans is om hem terug te pakken. Het laatste rechte stuk. En als wij dan DRS hebben. Hij gaat hier zelfs ook wel de binnenkant verdedigen. We zijn sneller. Hier in dit gedeelte zijn we sneller. We zitten naast elkaar, zij aan zij. Hij zat aan de buitenkant. Oh, hier heb ik een foutje gemaakt. Kimmy out of the session. Even een brake check doen. Nee, ik blijf binnen. Oh, hij wilde daar aan de binnenkant voorbij. Maar dat lieten we niet gebeuren. Oh my god, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ook die RS, hou het even nog die paar procenten vol. Alsjeblieft. Oké. Kom op hot lap. Please. Please. Oh my god. Jezus man. Oi. We hebben gewonnen in Italië. Echt met Perez. All over the place. Nou, dan kijken we even naar het resultaat. We zijn eerste geworden. Dan hebben we Perez, Hamilton, Weber, Bottas, Hulkenberg, Gasly, Magnussen, Butler van 3 naar 9. Waarom? I don't know. Max 10e. Grosjean, Sainz, Vettel, Giovinazzi, Russell, Kubica, Albon, Ricciardo, Leclerc en Kimi, die is uitgevallen. Jonge, jonge. Nou, we staan nu ondertussen bijna 50 punten voor in het kampioenschap. Dat is hartstikke lekker. En als constructeur staan we nu 100 punten voor op Mercedes. Lekker. En Haas, die staat gewoon boven Red Bull. What? Vond je nou een leuke video? Smash vooral dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie heel erg graag de volgende keer, jongens. Later.